had te maken, ik houd heel kort de inleiding, met Sinterklaas. Ah, ja, ja. En een scène, lachen tot de Sinterklaas. Ron, kom maar. Doe me nou lachen. We komen kijken, jongens. Take 6. Ja. Kijk, Sinterklaas. U lacht. U heeft er dan naar uw zin. Het is een enorm neusje. Het is een lul. We kunnen jou ook niet meer vragen. Oh, het is fijn. Het is gek. Sinterklaas, heeft hij uien gegeten of zo? Het heeft wel peper nodig. Want die man die steekt de partij onder zijn manteltje. Nou, terug dan. Oh, dit was ook zo'n vellen. Zo moet je snuffert onder de lekkere dingetjes. Kijk, aanval 1. Hè? Dit is natuurlijk high tea, wat ik verteld heb, tante Tien. Het is... Sorry. Dat is ik zou aan de kaf te zijn. Ze sliep. Die wilde helemaal niet. Oh. Serieus weer. Heb je hem weer? Oh, heb je hem weer? Ja, ik ben eraf. Ja. Ik vraag heel volgend jaar niet meer hoor. Nee. Oh, jezus. Heerlijk. Oh. Maar rot erop. Oh, geweldig. Dames en heren, wij zijn hiermee aan het einde gekomen van een speciale aflevering van Laat ze maar lachen. En het excuus was dat Henny ooit 30 jaar geleden zijn televisiedebuut heeft gemaakt. Daar zijn we nu al die tijd nog zeer blij mee. Met deze schitterende oogst aan mooie, emotionele, ontroerende en vooral vermakelijke momenten. Ik hoop dat u van genoten heeft. Nico bedankt, Jacques bedankt. En dit was Laat ze maar lachen. Tot de volgende keer. Bye bye. Jongens, dankjewel. Fantastisch toegemaakt. Heel erg bedankt. Hartelijk dank. Heel erg bedankt.